Hallo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag ben ik hier samen met Sven Wilkins. Vandaag een speciale video. Vandaag gaan we een taste-test opnemen. Ik heb een taste-test gemaakt en een taste-test klaargezet. Dat was ook in de vlog gezegd. Allee, volgende vlog. Als eerste hebben we hier Crocky Red Devils Paprika Flavor, Red Devils Flavor. Uit de video. Gewoon lachen met de Red Devils een beetje. En zo ziet het eruit. I don't know. Het ziet een beetje een duivelachtig uit. Dance with the devil. Big animal. Nee. It tastes like paprika. Ja. But mild. Not great. Not great. Niet meer. Ik zou het nog ooit een keer kopen, dan zou ik echt gewoon paprika extra durven overkappen. Ja. En dan hebben we de volgende. Pop chips barbecue. Een paar rader van mij. Gepoofde chips, niet gefrituurd. Niet? Dus 97 cent per portie. Dat is 97 calorieën bedoel ik. Wauw. Ja. Per portie? 97 kilocalorieën per portie. Zo ziet het eruit, eigenlijk zo'n beetje een gepoofde chip. Deze is wel oké. Alleen. Spicy. Hallo. En voor de mensen die geen gluten mogen, deze is glutenvrij. Hey Johan, deze is voor u. Ja, die mocht geen gluten zijn. Die mocht geen gluten. Maar het is wel niet vegan. Nee, omdat wijpoeder is dierlijk. Nee, dat mag helemaal niet. En dan hebben we hier nog eentje. Deze is de laatste van de video. Kettle chips honey barbecue. Ik heb al veel gehoord over deze. En die zijn met de hand gemaakt. Allee, handcooked. Ja. Potato chips. Laten we open. En deze is ook weer niet vegan. Je moet het toch gewoon meepakken, ze maar. Die is. Is je vegan? Nee, dat zat er dus niet. Glutenvrij ook. Terug, Johan. Oh no! Sorry for you. Ik hoop het van niet. Nee, eigenlijk is dat niet vegan. We don't talk anymore. Nee, eigenlijk ook niet. Misschien rommel om te verkopen. Allee, nee, omdat er. Ja, het is niet vegan, anders staat erop samen. Ja, omdat ik een paar mensen ken die vegan zijn. Oh no, zo scandal! Oh no! Ja. Dat is wel. Zo ziet het er eigenlijk uit. Ook een beetje. Je ziet dat het wel met hand gemaakt is. Het is een beetje dikker. Damn boy, he's thick! Een beetje dikker. Dat proef ik wel veganistische shit in. Barbecue en honing komt er echt door. Nee. Nee, nou, je dacht ik eens goede chips te hebben. Ja. Is ook niet goed. En wat we ook nog hebben zijn vragen voor de Q&A. Coronavirus! Coronavirus! Maar ik zie je een Q&A doen. Wanneer mag ik? Ik heb ook tijd. Ja. Maar we hebben geen vragen gekregen. Ik heb geen vragen. Die zit er nu weer. Garcia. Manny. Ik heb naar Garcia gestuurd. Oké, bij Sven vraagt Maxime Mennes. Wat is je mooiste ervaring in je leven? Ja. Mijn mooiste ervaring. Allee, het is nu wel al lang gedaan met een meisje, maar ik denk een ervaring, een samenwoningservaring. Met mijn ex. En dat heeft wel wat ervaring opgebracht naar de nieuwe relatie toe. Ik kijk al niet naar wat ik nu echt wil qua samenwonen. En nu weet ik ook wel waar ik ervaringen heb en waar niet, dus hey, handig. Mijn mooiste ervaring is. Nummer 1 is dat Sven leren kennen. En nummer 2 eigenlijk. Ja, ik ga binnenkort verhuizen en dan een nieuw gezin waar ik ga wonen. Allee, een nieuw samengesteld gezin, dat is eigenlijk ook een van de mooiste ervaringen die ik eigenlijk heb. Het geluk van uw pa. Het geluk van mijn pa vooral. En ook het geluk van mij, want. En dan bij mij vraagt Brekke YouTube ofwel Brent Acuria. Wat wil je bereiken met YouTube? Wat ik wil bereiken met YouTube, eigenlijk iedereen vraagt aan mij of ik er geld mee wil verdienen. En ik ga eigenlijk antwoorden uit het diepste van mijn hart, nee. Ik wil er geen geld mee verdienen. En wat ik wil bereiken op YouTube is eigenlijk gewoon een betere fanbase, een goede fanbase. Ja.
Sorry, Brent. ja, wat wil ik bereiken met YouTube? In ieder geval geen geld verdienen, want ik zie het eigenlijk ook meer als een hobby. Een hobby kun je geen werk van maken. Allee, het kan wel, maar het is eigenlijk immens onrealistisch. Wat wil ik bereiken met YouTube? In ieder geval geen geld verdienen, ook niet zoals Dylan zei, het is een hobby. Like, ik doe het ook als mijn hobby, dus ik vind het gewoon tof om te doen, YouTube-video's maken en effectief iets doen. Nee, ik wil er geen geld mee verdienen. En dan is er een persoonlijke vraag voor mij. Phoebe, pardon. Waar elkaar leren kennen? Ik denk dat was in een chatgroep met Ken. En daarna zijn we privé beginnen chatten. En dan eigenlijk privé beginnen chatten. En ja, zo'n dingen eigenlijk. Ja. Ik denk dat we elkaar hebben leren kennen. Of ja, het is over Sven. Over met Sven. Ik en Sven hebben elkaar leren kennen op internaat. Echt wel cringe. We waren precies twee psychopaten. Inderdaad, we waren precies twee... Homo's, een scandal! Homo's! Psychopaten, maar... Ja, eigenlijk hebben we elkaar leren kennen op internaat. Homo! En... Het was, eerlijk gezegd, het was de mooiste tijd van mijn leven. Zie je mijn ogen? That's for you. Yes. Ja, daarna eigenlijk een tijd niet meer gesproken. Nee. Dan terug afgesproken. Na zoveel jaar, dan ja. Terug... Even stilgelegen door zijn ex en... Daarna, en ook door mijn ex, zal ik maar zeggen, heeft dat ook stilgelegen. En dan terug in februari. Allee, januari eigenlijk zelfs. Maar februari effectief echt wel elke dag. Omdat we allebei van ons vriendin af waren. En... We need you anymore. Actually, I don't need her anymore. Because I'm happy as a single guy. I know. But I'm happy as a single guy. Ik heb nog geprobeerd om haar terug te winnen. Ik kan het niet anders zeggen. Maar ja. Nee, maar eigenlijk... Ik heb nog geprobeerd terug te winnen, mijn ex. Maar eigenlijk, voor niks. Is dat allemaal verleden tijd. Because I have a lot of interest from girls. Nee. Girls have interest in me. Ja, ik heb genoeg interesse. Meisjes hebben genoeg interesse in u. Ja. Ik heb genoeg meisjes. Oké, en dit is eigenlijk het einde van deze video. Samen met Sven. Bedankt om de gastrol mee te willen doen. En ja... We zien elkaar zo snel mogelijk terug in een nieuwe video. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is altijd Dylan. Naast mij zit de enige echte Sven. DJ Sven. Bye bye!